Het ministerie van Onderwijs is onlangs gestart om mentoren toe te wijzen aan startende leerkrachten van het lager beroepsonderwijs, LBO. Vandaag ontvingen de eerste 8 opgeleide mentoren uit handen van de onderdirecteur beroepsgericht onderwijs, Ashok Rambali, het certificaat mentor van startende LBO-leerkrachten. De opleiding is in het haast afgelopen schooljaar 2015-2016 als proef uitgevoerd op 4 LBO-scholen, te weten LBO STS 2, LBO Jagannath Lajmonstraat, LBO Margaretha en LBO Openbare Nijverheidsschool. Het onderdirectoraat beroepsgericht onderwijs van het MINOC is belast met de training van de mentoren. Ze wordt daarbij ondersteund door de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand, VVOB. OD Rambali gaf aan dat het LBO-onderwijs sinds de start in 2012 continu aan verandering en vernieuwing onderhevig is geweest. En we gaan nog door omdat we nog niet daar zijn wat wij op het niveau dat wij willen hebben met ons LBO-onderwijs. En ik begreep wel, in al die vernieuwingen die plaatsvinden, krijg je een situatie waarbij leidinggevenden van de scholen het ook zwaar hadden. Elke LBO-school is een bedrijf op zich. Voor de mensen die het beroepsonderwijs goed begrijpen en weten waar het om gaat, elke LBO-school is een bedrijf op zich. Want behalve het onderwijsproces achterna te zitten, ga je ook praktijk, halen, materialen, alles in place moeten brengen. En we weten ook hoe het toeging in de afgelopen jaren en wat wij, de weg die wij willen inslaan om daar te zijn waar wij op een duur wilden zijn. De mentoren werden getraind in coachingsvaardigheden, in het uitvoeren van klasobservaties van startende leerkrachten en in het voeren van begeleidingsgesprekken. Ze kregen ook de nodige theoretische achtergrond mee over de meest voorkomende problemen en uitdagingen waar startende leerkrachten mee te maken krijgen. De 8 leerkrachten zijn reeds gestart met het mentorwerk. Volgens OD Rambali kan het mentorproject ook gezien worden als onderdeel van de mindshift die het MINOC samen met de VVOB wil brengen in het Surinaamse onderwijs. Mindshift voor leerkrachten, zowel de samenleving, omdat er veel onbegrip was in de samenleving omtrent wat het LBO-onderwijs inhield. Maar aan de andere kant ook om de samenleving te attenderen van wat allemaal onderwezen werd binnen het beroepsonderwijs, in de hele kolom, en waar we op weg naartoe willen gaan. En in die hele mindshift hebben we meegenomen wat wij ervaren hadden, dat ouders in principe schaamden om te zeggen, mijn kind zit op een LTS of ETU of whatever. En in die mindshift traject, wat wij hebben afgelegd samen met VVOB, hebben we ontdekt dat er een probleem was met de startende leerkracht. Met de tools die mij zijn aangereikt, zal ik zeker mijn bijdrage leveren voor de startende leerkracht. Waardoor BNO minder hoofdpijn zal krijgen ten aanzien van die functioneert niet en ik heb problemen met die. En heel in het begin, als we dat aanpakken, dan kunnen we dus, dat heb ik ook gezegd, dat we daar kunnen vormen en buigen en invulling geven aan de startende leerkracht. Het zal dus later zijn vruchten afwerpen. De school zal dus als directie meer tijd hebben om te managen echt de school. Gerald Cariodrono, die vandaag het certificaat mentor van startende LBO-leerkrachten ontving. Samen met 7 anderen is hij opgeleid tot mentor op een LBO-school. Daarvoor de onderdirecteur beroepsgericht onderwijs Ashok Rambali. De certificaatuitreiking had plaats in de trainingszaal van het MINOC aan de Kommewijnenstraat.